U hoort gejuich voor de tribunes, want er zijn veel Nederlandse toeschouwers. Eindelijk komen zij dan aan hun trekken, hopen we tenminste, want de eerste Nederlander meldt zich. De tegenstander van Robert Dubruy, de Canadees, is namelijk Gerard van Velde uit Wapenveld. Gerard van Velde, de Nederlandse sprintkampioen, 20 jaar. Een man die een geweldig potentieel in zich heeft als het gaat om sprinten. Hij is misschien wel de snelste van allemaal op het rechte stuk. Komt nog veel te kort in het beheersen van de bochtentechniek. Maar hij is een talent en een geweldige belofte voor de komende jaren. Dat kunnen we zeker zo stellen. En nou, je hoeft maar één keer een goed moment te hebben op zo'n 500 meter bij de Olympische Spelen. Je weet het nooit. Van Velde kan best eens voor een verrassing zorgen. Niet direct in de richting van het podium. Maar we gaan het zien. Zijn persoonlijke record is 37,42. Dit seizoen gerealiseerd. En ook hier worden de beide heren door de starter teruggefloten. Nog even over Van Velde, die vanochtend getraind heeft en probeerde een snelle binnenbocht te lopen. Een braam op zijn schaats opliep en daardoor niet meer verder kon. En dat is natuurlijk vervelend als je vlak voor je wedstrijd of een paar uur voor de wedstrijd niet echt even met snelheid door die bocht kan gaan. De Bruy uit het Franstalige deel van Canada, uit Quebec om precies te zijn. Een paar jaar geleden tijdens het wereldkampioenschap sprint nog eens een keer derde op de 500 meter. En ook Gerard van Velde heeft dus die lastige buitenbaan geloopt om te vertrekken. Daar gaat hij, 9,96. Dat is goed van Van Velde, uitstekend, prima. Maar nu, de eerste bocht komt hij redelijk goed doorheen. Maar die laatste binnenbocht, het probleem voor Gerard van Velde tot nu toe dit seizoen. Kijken hoe hij dat oplost. Dat is verre van vlekkeloos, maar hij blijft in ieder geval op de been. En hij gaat de Canadees verslaan, dat is ook al iets. En komt hier met een tijd. Ja, die is uitstekend hoor. Potdorie, prima gedaan Gerard. 37,49. Dan blijft hij maar 700ste van zijn persoonlijke toptijd verwijderd. Dat niet alleen, maar hij staat daarmee voorlopig op een vijfde plaats. En dus zijn de complimenten van sprintcoach Bobke de Vecht zeer op hun plaats. Maar kijk maar even, Mike Kuroiwa, Inoue Jensen, Miyabe, zelfde tijd als Gerard van Velde. En dan komt deze jongeman uit Wapenveld toch ineens op één lijn te staan met al die beroemde namen die we eerder deze dagen in actie hebben gezien. Uitstekend optreden van Gerard van Velde, die overtreft eigenlijk zichzelf, zou je kunnen zeggen.